Heb jij last van een kleine pik na het snuiven? Heb jij nooit geleerd hoe je nou een goede jonko rolt? Schaatsen jouw kaken sneller dan Sven Kramer? Dan heb ik dé oplossing voor jou. Stuur nu een DM naar @spuitenenslikken en krijg 3 tips helemaal gratis. In Jiva's DM beantwoord ik al jullie drugsvragen. Dit betekent niet dat jij ook drugs moet gebruiken. Wil je dat wel, informeer jezelf vooraf dan goed. Voor professioneel advies verwijs ik je door naar Unity. www.unity.nl. Heb je drugs gebruikt en gaat er iets mis? Bel dan 112. Een hele goede middag, of avond, of ochtend, of nacht. Super Jiva is hier om jullie te helpen met al jullie problemen. Eens even kijken wie er deze week mijn hulp nodig heeft. Als ik drugs heb genomen, kan ik niet meer plassen. Dit heb ik altijd. Kan jij me helpen? Ja. Ik snap je helemaal. Niet kunnen plassen aan de ecstasy is een van de vervelendste dingen, vind ik. Maar gelukkig heb ik overal een oplossing voor. En ik ga je 3 tips geven, zodat je weer lekker uit je kut kan kletteren. Honderden mensen gingen u voor. Waar wacht je nog op? Stel je even voor. Je staat op een festival, je hebt een kwartje genomen. Je gaat best wel lekker. Je drinkt keurig 1 glas water per uur. In de rij gestaan voor de wc. Een fortuin betaald en vervolgens zit je op die pot en komt er niks uit. Je blaas zit op slot, vast. Error. Klinkt bekend? Nou, je bent niet de enige die er last van heeft. Maar hoe komt het nou dat je blaas beter beveiligd is dan je crypto wallet met 2-stapsverificatie? Nou, dat zit zo. MDMA, de werkzame stof in ecstasy, stimuleert het antidiuretisch hormoon. En dit hormoontype is verantwoordelijk voor de totale hoeveelheid water in je lichaam. En zorgt er tijdens je trip dus voor dat er minder water vrijkomt voor je urine, waardoor je dus minder goed kunt plassen. Daarnaast heeft MDMA een sympathisch comimetisch... Sympathie-comimetisch. Daarnaast heeft MDMA een sympathicomimetisch effect. En dat houdt in dat het sympathische zenuwstelsel, dat is het systeem dat je lichaam voorbereidt op actie, wordt verstoord wanneer je ecstasy gebruikt. En dus weet je blaas gewoon niet meer dat het tijd is om zichzelf te legen. Maar gelukkig kan jij baas in eigen blaas blijven. En heb ik een aantal trucjes om jouw plas weer op gang te brengen. Tip 1. Hey, hallo, 50 cent. Oh, je bent op zoek naar een tip om goed te kunnen plassen? Die heb ik ook voor je. Voor de mannen, probeer eens op de wc-bril te gaan zitten. Ik weet het, klinkt gek, maar het zorgt voor dat ultieme relaxgevoel. Laat de boel lekker hangen, maar zorg wel dat de wc schoon is. Heb je wel eens geprobeerd om te fluiten als je op de pot zit? Want door te fluiten, door die beweging, ontspannen precies je spieren in je bekkenbodem en je blaas. En dat is precies wat er op slot zit door de drugs. Dus ga lekker op die dictie zitten. En als je nog een beetje inspiratie zoekt voor verzoeknummertjes, hier komen ze. Goeie man, voel je hem? Oké, ja, je snapt het idee. Ben je nou niet door de voorrondes van Holland Got Talent heen gekomen en zit je blaas nog steeds op slot, dan heb ik nog een bonus tip voor je. Neem een ballon mee. Hartstikke idee. Stop hem in je zak en neem hem mee naar de dictie, naar de toilet. En blaas hem op terwijl je erop zit. Laat die lucht lekker door die ballon stromen terwijl de plas uit je kut of piemel komt. Dat is toch heerlijk? En het mooie is ook nog, als het je dan lukt om te plassen, kom je ook nog eens extra feestelijk de wc uit. Oh, het gaat in mijn gezicht exploderen. Help mij. Ah! Dat was hem! Oh mijn god. Nou, ik heb van een schrik een kakkie gedaan. Maar goed. Tip 2. Deze is handig voor huisfeestjes. Zet gewoon de kraan open. Want door het geluid van stromend water kan het zijn dat je plas wordt opgewekt. Klinkt simpel, maar deze werkt voor heel veel mensen. Dus het proberen waard. Maar sta je nou op een festival en zit je in een dictie zonder kraantje, dan heb ik nog een paar trucs om de oceaan naar jou toe te krijgen. Allereerst, neem een schelp mee. Ten eerste gewoon een superleuk partyaccessoire. Zet hem aan je oor en je hoort het geluid van de stromende zee. Ze heeft gesproken! Hé,
Anyways, bedenk je gewoon dat je op Zanzibar ligt, cocktailtje in de hand, een lekker briesje, het geluid van een stromende golven. Voel je het al stromen daar beneden? Of pak je telefoon erbij en dan typ je op YouTube Ocean Sounds, koptelefoon op en plassen maar. Nou, en als dat niet werkt, dan kun je altijd nog een flesje water meenemen. En dan gooi je die gewoon heel langzaam leeg. En dan kijk je ernaar. Wie weet werkt dit. Oh, lekker geluid. Tip 3. Goed, je hebt geprobeerd om te fluiten. Je had je schelp meegenomen. Het water is leeg gegooid. En het werkt allemaal niet en je bent desperate. Dan heb ik nog de allerlaatste tip voor jou. Zegt de noedel jou iets? Als je echt niet naar de wc kan en al super vaak hebt geprobeerd, dan heb ik de gouden tip. Dat is de noedel. De noedel zorgt voor de ultieme ontspanning. Dus ga op de wc zitten en maak jezelf helemaal slap als een noedel. Ontspan al je spieren en zeg dan: ik ben een noedel. Ik ben een noedel. Ik ontspan mezelf, want ik ben een noedel. Denk aan sojasaus, tofu, een bak met ramen. Je bent helemaal niks waard, vieze, slappe degenrol. Oké, sorry, ik liet me even gaan. In ieder geval, is het gelukt? Ben je aan het plassen? Ik zei het toch? En vergeet vooral geen voetje achter te laten voor de wc, juffrouw. Wauw, wat goed. Ik ben trots op je als een moeder op haar kind wanneer haar kind voor het eerst op het potje is geweest. Wil je een sticker? Hier. Alsjeblieft. En dit was het weer voor deze week. Wil jij nou nog meer DM's? Gratis. DM jouw drugsvraag dan naar Spuiten en Slikken. En dat is nog niet alles. Als jij nu duimpjes omhoog doet, abonneer jij jou voor 0 euro op ons.